Dit is het verhaal van mijn gezin. We trekken met de hele familie in bij mijn vader. Opa Boshart. Nou pa, daar zijn we dan. Oh nee. Die knappe jongeman daar is mijn puberonde zoon Barry. Oh, en dat ijverige meisje is mijn dochter Puk. En dit is mijn prachtige vrouw Pien. En ik ben Ron Boshart. Welkom bij Ron Thuis. Gat, wat is dit zwaar. Is er iemand die me kan helpen? Hallo? Is er iemand die me kan helpen? Ah, ah ja. Ja, zwaar. En wat moeten de buren wel niet denken met al dat geschreeuw van je? Nou, dan weten ze gelijk dat we er zijn. We zijn er al, buren! Ja, we gaan verhuizen. Terug naar het ouderlijke huis. Hier ben ik dus geboren. Ja, we gaan met z'n allen bij mijn vader wonen. Gezellig. Gezellig. Nou, ik vind het helemaal niet zo gezellig. Voor mij had het niet gehoeven. Weet je, mijn vader kan niet meer alleen wonen. Nee, hij wordt steeds ouder. En jammer genoeg ook steeds vergeetachtiger. Ik vergeet wel eens een boodschapje. Ik heb wel eens twee verschillende sokken aan. Nou in. Ja, kijk, dan is dit de perfecte oplossing. Hè? Wij een mooi huis. En hij mensen die op hem letten. Hé, pa, help ook eens een handje. Ik kan me sloffen, hè, ons vrienden. Ik ga zo niet naar buiten. Bob! Bob! Ik laat de deur uit de vissen mama vallen. Niet doen. Help! Pas op nou. Pas nou. Nee! Je trapt erin. Leuk, Paddy. Heel leuk. Leuk, hè? Ah, dat ga ik bij je zus doen. Dat is eigenlijk fantastisch. Ja, dat niks tegen tegen. Nee, ik heb hier een perfecte jeugd gehad. En mijn kinderen, Barry en Puk, die staan echt te trappelen om hier te komen wonen. Ik vind het stom. Heel stom. Maar Barry vindt altijd alles stom. Dit dorp is stom. Ik heb nu een hele mooie kamer. Met een hemelbed. Ja, het is een prachtig huis. Ik heb het van binnen wel flink moeten laten opknappen. Maar hier kan ik mijn klanten prima ontvangen. Pindy is styliste. Of stijliste. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Maar in ieder geval, elke bekende Nederlander, noem er eentje op. Maakt niet uit. Nou, die komt bij haar voor gala's en of presentaties van hun programma. Rode lopen, gedoe en dergelijke dingen. Ook al zo stom. Nou, het is wel een gek huis hoor. Ik bedoel, met die hele verhuizing erbij. Morgen moet ik een jurkje af hebben voor de dochter van Irene Moors. Overmorgen een pak voor Gerard Joling, een leren pak. En woensdag volgens mij een gala jurk voor Kim Lian. Oh, Puk! Oh, pas op! De tuffies van je moeder! Ron Boshart, kan ik dan ook niets aan jou overlaten? Oh. Ja, maar wat Barry! Oh, en dan ook nog Barry de schuld geven. Je bent ook net een klein kind. Misschien is het dan even nu tijd voor een roffel. Ja, wacht maar. Doe het even zelf. Ta-ta-da-ta-ta! Kijk eens. Dat is mijn beker. Dat is mijn televisiebeker. Voor de beste presentator. Ja, is mooi, hè? Die beker? Die is net zo groot als zijn ego. Hè? Nou, ik pak hem even in bubbelplastic. Ja, daar mag natuurlijk niks mee gebeuren. Het voel je lelijke ding? Dat komt mijn huis niet in, hoor. Dacht het niet? Nee. Ik ben ongelooflijk zuinig op, dus... Nou, dat kan zo wel mee met de verhuizing, denk ik. Waar heb ik mijn sloffen dan neergezet? Zo, hè, de laatste doos. Wat? Is de auto leeg? Ja. Dat kan niet. Ik mis mijn beker. Ik weet zeker, 100% zeker, dat ik hem in de auto heb gezet. Maar zijn er toch een sloffen gebleven? Hoe kan dat nou? Ah ja, tijdens een verhuizing kan natuurlijk wel eens iets kwijtraken. Geeft niks. Mijn beek! Luister eens, ik vind het allemaal goed en wel. Maar je moet ook weten wanneer je moet stoppen natuurlijk. Dit knippen we eruit hoor. Jongens, stoppen nou. Nou stoppen met filmen. Klaar nu. Ja, klaar. Welkom bij Ron Thuis. Ja, nou toch. En ik denk dat ik mijn sloffen kan vinden. Hé, pa, hou eens op over die sloffen. Een paar euro's heb jij een paar nieuwe sloffen. Die beker is veel belangrijker, dat is maar alles. En ik snap het niet, ik heb hem ingepakt in bubbelplastic. Papa, moet eigen gaan zijn. Zie even nu, Puk, ik ben even bezig. Zie mijn beker. Kijk. Dat is de telefoon van Barry, daar moet je vanaf blijven. Papa, de spruit. Zie de. Barry! Barry! Barry Boshart! Wat is er nou aan de hand? Nou, dat kan toch niet waar zijn? Ik ben helemaal in shock. Papa is nooit zo snel boos. Maar nu?
foto's op een telefoon? Hoe komen die daar dan in? Barry Boshart. Dit is mijn beker. Dat is mijn mobiel? Mijn beker. Kijk eens. Nog een foto met mijn beker. Nog een foto. Sta jij op met mijn beker? Ja, gisteravond kwamen nog een paar vrienden afscheidsdrankje drinken. Mm. En we zagen je beker staan en we vonden het wel grappig om daar cocktails in te maken. Wat? Tuurlijk, tuurlijk. En toen is hij natuurlijk vies geworden. Hebben jullie hem weggegooid? Ach, je moest eens weten wat mama allemaal met jouw beker doet. Wat bedoel je? Heeft nou niemand mijn sloffen gezien? Pien! Pien! Oeps. Dat had ik niet moeten zeggen. Ach ja, de waarheid moest een keer boven water komen. Nou, dan maar nu, denk ik dan. Nee, 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 schat. Ik gebruik jouw beker eigenlijk wel vaker. Gisterenmiddag nog. Waarvoor dan? Nou, ik heb nog steeds geen juiste paspoort voor kinderen. En steeds meer BN'ers vragen of ik hun kinderen aan wil kleden. Bijvoorbeeld dit jurkje is voor de dochter van Irene Moors. Nou, jouw beker heeft de juiste breedtemaat. Hier, hou eens vast. Jij gebruikt mijn beker als paspop. Ja, superhandig, want die zegt tenminste geen au. Au! Pien, je hebt mijn beker toegetakeld. Zeg het maar eerlijk. Ja, en dan vond hij hem zo lelijk dat je hem weggegooid. Nou ja, putje hier, putje daar. Maar het valt mee hoor. Een putje hier, een putje daar. Pien, waar is mijn beker? Ik weet het niet, Ron. Ik weet het niet. Jij hebt mijn beker weggemaakt. Mijn eigen vrouw. Hoe is het? Hoe is het? Ook overal ook. Ga weg. Nou, ik heb daar geen woorden voor. Nee. Heb ik al gezegd dat ik mijn sloffen kwijt ben? Ja, jongen. Treur je nou nog steeds om dat lelijke ding? Lelijke ding? Ja. Dit is een Luister. Je mag alles in mijn huis zetten wat je in mijn huis wil zetten. Maar dat lelijke ding wil ik niet in mijn huiskamer hebben. Hè? Dat zet je dan maar bij het vuilnis. De vuilniswagen. Pa, je hebt toch niet mijn beker. Nee, niet doen. Niet bij de vuilnis zetten. Nee, hou stop. Hou die wagen tegen. Oh, hij gaat. Nee, stop. Oh, die hou stop die wagen. Mijn beker. Niet doen. Ik heb plezier. Ik vind het wel zielig voor papa. Ik ga wel uitzoeken wie die beker bij het vuilnis heeft gezet. Wie heeft mijn beker weggegooid? Was het Barry, omdat hij het na het feestje niet meer schoon kreeg? Was het toch Pien, die hem als paspop had gebruikt? Hem zo had toegetakeld dat hij er niet meer uitzag? Ja, of was het toch opa? Die hem heeft weggegooid omdat hij hem lelijk vond? Wie heeft mijn beker kwijtgemaakt. Welkom bij Ron Thuis. Is toch te gek? Ik kan nergens mijn sloffen vinden. Kijk, ik wil graag naar buiten, Puk. Maar ik ga niet zonder sloffen naar buiten. Ja, u heeft onder de tafel gekeken. Ja, dan ook al. Ja. Overal heb ik gekeken. Zal ik gaan zoeken? Graag. Is toch raar, hè? Zoon? Wat? Blijf dan gewoon eens even stilstaan. Ja. Blijf Facebook. Facebook? Hij had toch een jurk aan? Je waagt het niet hoor. Kom. Nee, niet doen alsjeblieft. Niet op Facebook zetten. Kom op, ik heb bijna een vriendin, hè, dat weet je. Laat een kind mijn sloffen zoeken. Ik wil wel eens naar buiten. Mof, verwijder nou, alsjeblieft. Doe nog niet zo lullig. Alsjeblieft, kom op, zeg. Doe het toch niet bij jou? Weg, wat ben jij? Weg, Barry, niet zo. Kom terug. Nee, ik heb je nodig. Ze moeten me eens verwijderen. Nu ik de beker van papa niet heb, moet ik jou wel gebruiken. Je hebt precies de breedte van de middel van de dochter van Irene Moors. Nou, blijf nou eens stilstaan. Oh, tjonge jongen, wat mis ik die beker. Hey, Puk, die is op slot. Hé, wat doe jij hier? Ik zoek een sloffen. Hierboven is dat de zolder. Jij mag nooit op die zolder komen. Nooit, hè? Die zolder is van mij en die blijft van mij. En dat geldt voor iedereen, hè? Die zolder is privéterrein. Er mag nooit iemand komen, is dat duidelijk?
Nou, ik schrok me rot. Ik heb die man nog nooit zo fel gezien of gehoord. Ja, vroeger was het ook al het werkterrein van pa. Carlo en ik mochten die zolder ook niet op, dus ja, dat kan toch? Vaag. Heel vaag. Waarom mogen we daar nou niet komen? Wat is er dan op die zolder? Eén ruimte waar ze niet mogen komen. Dat is het enige wat ik vraag. Eén ruimte maar. Ah joh, laat die man. Heeft hij ook zijn eigen plekje, toch? Ja, ik kan me er niet druk om maken, hoor. En mijn kinderen ook niet. Zodra ik die slof heb gevonden, komt die zolder aan de beurt. Ik moet weten wat opa daar verborgen houdt. Ik weet wie de beker bij het vuilnis heeft gezet. Ik heb het opgelost. Wie? Wie dan? Welkom bij Ron Thuis. Kijk opa. Ah. Die sloffen. En wie was het? Ik wil je vertellen waar ik ze vond. Heel die Puk. Dan kan ik naar buiten toe. En dan kan ik een luchtje scheppen. Dat betekent gelijk dat opa een beker niet buiten van ons heeft gezet. Oh, ja, nee, dat dacht ik eigenlijk altijd al. Ik wist nou nooit, waarom niet eigenlijk? Ja. Opa is de hele dag zijn slof al kwijt. Ja, dan kan hij ook de beker niet bij het vuilnis zetten. Nee, dat is waar. Maar dat betekent, Pien, dat jij dus gewoon die beker kwijt hebt gemaakt. Terwijl we allemaal op zoek waren naar die beker. Nee, papa. Mama ook niet. Ze heeft de beker juist nodig. Ja. Ze moet morgen het jurkje af hebben van het dochtertje van Irene Mors. Precies, ik miste die beker enorm. Dus ik heb er toch geen enkel belang bij om dat ding weg te gooien? Maar dat betekent... Wat? Wat is er? Ik had er eigenlijk op gehoopt dat pa de beker veel later zou missen. En dat hij op de een of andere manier zou denken dat hij hem zou zijn kwijtgeraakt bij de verhuizing. Waarom, Barry? Waarom? Ik heb hem nog geprobeerd schoon te maken. Ja, ik heb hem nog met zilverpoets geprobeerd, maar de beker is niet echt van zilver. Niet echt van zilver? Nee, dus hij zag er niet meer uit. Oh, en daarom heb je hem dus bij het vuilnis gezet. Ja. Wat een dag weer. Maar ja, ik ben zo trots op een meisje, hè? Wat is het toch ongelooflijk slim. Ach, dat is veel meer waard dan zo'n beker. Dat is toch maar een stuk blik. Even zo van huis hier. Ik bedek van het blijft niet. Ja. Jongens. Het spijt me. Wat is het? Ja, ik weet dat die beker veel voor je betekende. Ja. Dus ik heb het voor je laten maken. Nee, wacht even. Is dit voor mij? Ja, het is voor jou. Openmaken? Je mag het openmaken. Openmaken? Nou, jongen. Oh. Nou, nee. Wat? Ah, nee. Is voor mij? We gaan even kijken hoor. Dan moet ik even. Oh, ja, ik heb hem. Nee, het is even laag. Ja, nou, dit. Kijk even voor de beste vader. Jongens, dit komt binnen hoor. Dit is leuk. Kijk, dit is dan wel rond thuis, hè? Ja, chaotisch, maar altijd gezellig, toch? Jongens, een groep knuffel. Kom op, ja. En opa, jij hoort er ook. Kom, nee, kom nou. Je kan, kom er nou bij. Kom, je kan er toch bij. Kom er nog bij.